Welkom bij Salland Natuurlijk. Ieder jaargetijde heeft zijn eigen charme. En dat geldt zeker ook voor de herfst. Agnes, fijn dat je er weer bent. Ja, ze zeggen wel eens, de natuur die laat zich in de herfst van zijn mooiste kant zien. Vind jij dat ook? Ja, dat vind ik zeker. Herfst is een heel mooi jaargetijde. Het is net of de natuur nog even alles uit de kast wil halen voordat de winter invalt. Nou, kijk maar naar al die prachtige kleuren, hè? Van geel, groen, oranje, bruin, rood. Allerlei tinten, oranje. En dan die mooie paddenstoelen niet te vergeten. Hè? Ook met in allerlei kleuren, allerlei soorten. En soms is het licht zo mooi door zo'n lage zon door de bomen heen. Van die prachtige sfeerplaatjes krijg je dan. En het ruikt lekker in het bos, dus het is alle reden om ervoor op uit te trekken in deze tijd. Als we het hebben over de herfst, ja, dan horen er zeker paddenstoelen bij. Zeker, het bos zit vol met paddenstoelen. Want paddenstoelen zijn de opruimers van het bos. Zo worden ze wel genoemd. Alles wat er door de wind uit de bomen valt, de bladeren en takken en takjes en vruchten, alles wordt verteerd. Ook wel door bacteriën, door het weer, door de regen, door beestjes, door rupsen en pieren. Maar ook door de paddenstoelen. Die eten als het ware de dode hout, die takjes, zodat het vermolmd wordt en dat het teruggegeven wordt aan de natuur, zodat de bomen de humus weer op kunnen nemen voor het groeiseizoen. Dus alles wordt verteerd door paddenstoelen. Als de paddenstoelen op een boom groeien, dan gaat die dood of dan is die al dood. Dus die myceliumdraden, dat kunnen we hier heel goed zien. Die mycelium, dat zijn die witte draadjes, hè? Dat zijn eigenlijk de echte paddenstoelen. De vruchten, wat we zien aan de boomstammen, dat zijn eigenlijk de bloemen, wat wij dan als bloemen zien. Maar de wortels en de waar die van leeft, die witte draden, waar die het hout mee verteert, dat zit eigenlijk al in het hout. Kijk hier maar. Kijk, de schimmeldraden hieronder, kun je heel goed zien. Dat het verschimmeld wordt en vermolmd wordt. Al die witte draadjes, dat zijn eigenlijk de wortels van de paddenstoelen. Dat is eigenlijk de paddenstoel zelf. Wat we nou zien, is het vruchtlichaam die de sporen voortbrengt. Kijk, hier op de grond ook. Dat wordt allemaal verteerd, zodat het weer humus wordt. En het weer in de grond kan trekken, zodat de boom het met zijn wortels weer op kan nemen als voedingsstoffen. En dit zijn? Die paddenstoelen heet de elfenbankjes. Kijk, dat kun je altijd herkennen aan een mooi wit randje. Ze hebben allerlei tinten, bruin en geel, maar de buitenste rand is altijd wit. Ja, de onderkant van deze paddenstoel is wel bijzonder, hè? Ja, dit is duidelijk een plaatjeswam. Alle plaatjes staan net mooi in een rijtje als lamellen en daartussen zitten dan de sporen. Iedereen kent wel de vliegenzwam, hè, van rood met witte stippen. Dat is de duidelijkste soort van plaatjeszwammen. Maar dit is een trechterzwam, een melkzwam, een trechtervormige melkzwam eigenlijk. En dan kun je ook heel goed zien zoals die hoed aan de steel zit. Dit loopt helemaal als een trechter zo schuin naar boven. En ook in de hoed zit een beetje een deukje in een beetje een vorm van een trechter. Paddenstoelen hebben sporen, maar mossen ook. Mossen en varens niet te vergeten. Dat zijn allemaal sporen, dat zijn eigenlijk net als de zaden bij een bloem. Maar die zijn zo licht dat ze heel makkelijk door de wind verspreid worden. En mossen die zijn eigenlijk het hele jaar wel in het bos. Maar in de herfst daar krijgen ze een intensere kleur. Het is net als een spons die opgedroogd een beetje vaal is. En als die vocht opneemt, wordt die heel mooi donker. En zo is het met mos ook. Die neemt heel lang vocht, die houdt vocht heel lang vast, bedoel ik. Ja, en die sporen die zie je hier dus aan de bovenkant. Ja, deze kleine stippeltjes staan op hele dunne steeltjes. En dat zijn de sporenkapsels. En als die rijp zijn, dan springen ze open. En dan waaien de sporen dus alle kanten op. Maar kijk eens wat verschillende tinten groen allemaal, hè. Licht en donker. En
daar die mooie paddenstoeltjes ertussen. En hier liggen allemaal boomstronken en takken en bladeren van vorig jaar. En dat wordt allemaal door die paddenstoelen allemaal verteerd. Ja, we zien hier de mooie bladeren die verkleuren. Kun je nog even vertellen hoe dat komt? In de winter kan de boom geen water opnemen als het vriest. En de boom neemt dan voorzorgsmaatregelen door zijn bladeren te verliezen. En dan trekt hij alle bladgroen, de goede stoffen trekt hij terug. Dat zijn bouwstoffen voor de boom. En wat er dan overblijft zijn de andere kleuren. Geel, oranje, die zitten eigenlijk wel in het blad. Maar omdat het groen overheerst, zag je dat nooit. En dan vormt zich een klein kurklaagje tussen de steel en de tak. En met een zuchtje wind kan het blad dan heel makkelijk afvallen. Dus het is eigenlijk een behoud voor de boom. Ja, en dan zijn we hier bij een krentenboompje. Ja, de krenten die zijn de eerste boomstruiken die verkleuren. Hè. Die zijn, en Amerikaanse eiken. Die zijn vaak ook aangeplant op landgoederen vanwege hun mooie herfstkleuren. In gevlamde bladeren met rood en oranje en geel. En dit is een krentenboompje. Die valt ook altijd heel duidelijk op aan een bosrand. En dat is het mooiste van de natuur. Voordat de boom zijn bladeren verliest, vormt hij alweer nieuwe knoppen voor het voorjaar. Dat is dan wel heel hoopvol, niet dan? Ja, en bij sommigen zie je dat heel duidelijk. Zoals bij de rhododendron. Bij anderen wat minder. Nou, bij de kastanje zie je het ook vaak. Hè? Wie heeft er niet die pikkerige knoppen gevoeld? Maar elke boom heeft het wel. Zoals hier bij de krent zie je het ook wel. Maar het zijn hele kleine knopjes. Maar ze worden nou een beetje groen. Dus er is hoop voor de toekomst, hoop voor het voorjaar weer. Niet elke paddenstoel heeft een steel en een hoek. Maar sommige hebben ook heel andere vormen. Ja, zoals deze. Dat lijken wel aardappels, hè? Paddenstoelen hebben verschillende vormen, verschillende kleuren. En het gaat er alleen maar om de sporen te verspreiden. En die met de wind weg kunnen waaien. Dus dit lijkt op een aardappel. En daar binnenin kan er eentje pakken en opensnijden. Daar binnenin zitten allemaal sporen. Jullie kennen vast allemaal nog wel van vroeger zo'n aardappel waar je dan lekker optrapte. En dat er zo'n lekkere rookpluim, zo'n wolk van sporen uitkwam. Dat zal hier niet meer gebeuren, want deze is te jong. Die grijze massa is nog niet rijp, maar als dat nou helemaal droog is, dan stuift dat weg. Ja. En dat is de bedoeling van de paddenstoel. Die sporen zijn zo licht, die worden op de wind meegevoerd naar een ander stukje van het bos. En daar kunnen dan weer nieuwe paddenstoelen groeien. De herfst is ook de tijd dat de natuur zich voorbereidt op de winter. Ja, want er komt een koude periode aan en dat voelen de dieren ook. Wij mensen voelen het ook, want we trekken allemaal onze winterjas aan en doen een dikke das om. Maar dieren die krijgen een dikke wintervacht. Reeën, herten, wilde zwijnen, konijnen krijgen allemaal een dikke wintervacht. Egels die gaan in winterslaap. Die denken ook van, straks heb ik geen voedsel meer. Ik ga voedselreserve opbouwen en dan trek ik mijn poosje terug. En eekhoorns die leggen een voedselvoorraad aan. Dat zijn verzamelaars van kastanjes en eikels en burgernootjes. En zo heeft elk dier zijn eigen voorbereiding. Vogels trekken weg. Vogels trekken weg. Maar je hoort in deze tijd ook heel veel de Vlaamse gaai. Hè? Die wordt wel de bosplanter genoemd. Maar die verzamelt ook een heleboel eikels voor een wintervoorraad. En dat is echt zo'n schreeuwer. Hè? Net de magere speenvarkens, zo'n geluidmakers in het bos. En die hoor je in het herfst ook volop. Omdat dan de eikels vallen en dan zijn ze druk bezig. Dus zo heeft elk dier zijn eigen voorbereiding voor de winter. Maar er is overvloed genoeg aan vruchten en zaden. Denk maar aan kastanjes en aan hazelnoten, beukennootjes, eikels. Dus juist als de natuur schaars begint te worden, is er voor die tijd nog even een overvloed. Dus het is mooi geregeld van de natuur. Ja, onze tijd die zit er alweer op. Agnes, de herfst, daar moeten de mensen maar eens van genieten, vind je niet? Ja, een prachtige tijd van het jaar en ik zou zeggen geniet van de kleuren en van de paddenstoelen, dus trek erop uit. MUZIEK